Jonk, gefeliciteerd met uw aanstelling als nieuwe trainer van Volendam vanaf komende zomer. U bent als voetballer ooit begonnen en heeft de absolute top gehad. Heeft u die ambitie ook als, als trainer? Dat is niet het eerste wat in mij opkwam dat ze mij hiervoor vroegen. Want dat heb ik nu al vaak gehoord in alle interviews die ik geef. Van, ja, is dit een springplank? Nou, zo zou denk ik helemaal niet. Ik zie het als een enorme uitdaging om de club te helpen. En uh, nou, dit, dit kwam voorbij. En, en... Mensen hebben me daar, daarvoor gevraagd. Dus ja, dan uh, ga je erover nadenken. En ja, dan past het mooi bij elkaar. Meneer Molenaar, gefeliciteerd met de nieuwe functie uh, bij Volendam. Directeur extern. Wat uh, houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat ik, uh, de, de, laat ik zeggen, de, ver, het verbindingstuk word tussen de technische leiding, Wim en uh, zijn mannen. En het bestuur en de RVC. En dat ik naar buiten toe, als dat nodig is, in ieder geval een. Uh, een rol gaat spelen uh, om, uh, om de club uit te dragen. Ja. Het is ook de bedoeling dat u hier de Cruijff-filosofie gaat uh, projecteren? Nou, ik ben heel geïnspireerd, natuurlijk, altijd door, door, door Cruijff. En, uh, kijk, ik sta ook voor aanvallend voetbal, dat heb ik toen bij Ajax ook. Uh, maar dat was ik ook. Als, als, als speler vond ik dat het, het mooiste wat er was. En, uh, het is mooi als je een bepaalde energie kan brengen en dat mensen graag naar een stadion komen om mooi voetbal te zien. Ja, dat is, dat is wat, wat je, waar je voor staat en dat, dat zal ik ook hier trachten te doen. En uh, ja, dat wordt een, uh, met, het, met de huidige mensen die er allemaal ingaan en, uh, en, en helpen. Een nieuw bestuur erachter en ja, dus dat moet een, een nieuwe energie geven die, uh, die mensen aanstaat. U pretendeert als, uh, als, 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 als trainer denk ik ook wel mooi voetbal. Uh, hoe kijkt u naar de, naar de, naar de prestaties van Ajax op dit moment? Nou, Daar staat buiten kijf dat het natuurlijk fantastisch is wat Ajax op het ogenblik laat zien. Heel Europa, heel de wereld ziet dat Ajax natuurlijk met prachtig voetbal de harten weer stelt. En uh, ja, dat is ontzettend goed voor het Nederlands voetbal. En vooral ook voor Ajax natuurlijk. Dat je, dat je op dat podium gewoon weer uh, ja, internationaal enorm meedoet. En zelfs kans hebt om, om heel ver nog te komen. U bent natuurlijk een tijdje al weg bij Ajax. En daar is een en ander gebeurd. Maar heeft u nog contact met, uh, met Dennis Bergkamp? Ja, maar ik sta hier vandaag om mijn contract te tekenen. Dus ja, we, dus ik heb geen contact met Dennis Bergkamp. Nee, nee, nee okay. ja, dat komt ook niet meer, uh, niet meer goed. Ja, dat is helemaal niet aan de orde nu. Dus. Ja. Wat daar in Amsterdam gebeurd is dit jaar, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt fantastisch. En uh, al die jeugdige talenten die, die, die daar nu gewoon uh, ja, voetballen ja. in de top van Europa. Ja, dat is gewoon ja, om tranen van hun ogen te krijgen. Fantastisch. Ja. En uw schoonzoon doet het natuurlijk ook uh, hartstikke goed. Matthijs de Licht. Ja, die maakt, uh, die maakt daar deel van uit. Ja. Ja, en dat ja. is een van de exponenten van, van, van Ajax. Donny en, en uh, nou ja, Frenkie, om ze allemaal maar eens even te noemen. Zo, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. En uh, ja, ik vind het echt uh, waanzinnig wat daar, uh, wat daar plaatsvindt. U bent een wijze man. Uh, heeft u al adviezen aan, uh, aan Matthijs uh, welke club hij uh, het beste kan gaan uitkiezen? Of uh, bemoeit u zich daar helemaal niet mee? Nou, daar bemoei ik me inderdaad helemaal niet mee. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat hij lief is voor mijn dochter. Ja, dat en de rest, dat, uh, dat zie ik wel. Hij heeft een uitstekende zaakwaarnemer, dat weten jullie. En uh, nou ja, ik uh, voel me niet geroepen om me daar op enige lei wijze tegenaan te bemoeien. Dus, uh, maar laat ik de vraag dan anders stellen. Alleen wat, waar zou u hem het liefst willen zien? Barcelona, mooie club? Uh, of vindt u Juventus mooier? Of, uh? Nou ja, als ik voor mezelf spreek. Uh, kijk, ik heb de eer gehad vroeger om met Johan Cruijff te mogen voetballen. En uh, ik zou als ik Matthijs was er nog voor kiezen om een paar jaar met Messi te mogen voetballen. Want ja, dat is toch het ultieme het ultieme voetbal wat je ziet op dit moment en als je dat nog een paar jaar mee kan maken ja dan zou ik daarvoor kiezen maar dat is mijn persoonlijke voorkeur denkt u dat Ajax doorgaat naar de volgende ronde of uh, gaan ze uitgeschakeld worden Weet jij het nou ja ik ben uh, geen kenner dat uh, dan bent u ja maar iedereen is toch kenner in Nederland is iedereen kennen. ik, ik denk dat ze doorgaan ja, kan zomaar okay. dus dat zegt ook iedereen maar maar dat kan ook omdat Ajax fantastisch voetbal laat zien maar je speelt niet tegen tegen zomer wat. Het is een fantastische ploeg waar ze tegen spelen. Dus alle kanten op heb je afgelopen week gezien. Dus dat zijn, uh, dat zijn prachtige wedstrijden om naar uit te kijken. Ik denk dat het een 50-50 uh, kans is. Ik heb uh, dat keurig horen vertellen, ook door Van der Gijp en, en, en Dick Advocaat. Eén zei 60-40, geloof ik, de ander zei 50-50. Ja. En ik schaar me daarbij. Ik denk dat Ajax daar een goal gaat maken. Dat sowieso. Daartoe zie ik ze echt in staat. En, en ja, dan is het de kunst. Om Ronaldo er eens een keer van scoren af te houden. Ja. En dat, uh, dat zal een moeilijke opgave worden, maar uh, ja, wat ik zeg 50-50. Oké, okay. bent u eigenlijk een fan van ons programma, Veronica's Zeit? Kijkt u het vaak? Ik kijk altijd. <laughs> en uh, hoe heeft u het beleefd zonder Johan? Uh, nou ja, ik heb hem wel gemist. Want uh, ik vind het drie karakters, echt. En uh, ja, dit, dit, hij is wat dat betreft, gewoon uh, een onmisbare uh, onmisbaar man, een onmisbare schakel. En dat hij hier afgelopen vrijdag, ik heb het hele programma weer gezien. En ik ga er ook echt voor zitten altijd. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. En, uh, en mensen die kunnen daar wel eens uh, smalend over doen. En, en, maar ik heb dat totaal niet. Ik word altijd uitstekend vermaakt. En de mensen hebben verstand van zaken. Dus, uh, en ze durven te zeggen waar het op staat. Dus ik ben uh, groot fan van het programma.